Soul Look Like uit 2017 van Machteld van Beuren is geschonken aan Museum Belvedere door verzamelaar Boudewijn Carinus. Het gaat over ordening, herhaling en structuur. Structuur dat voor een deel ook weer wordt aangevallen en teniet wordt gedaan. Diezelfde structuur is ook hier te zien op een wat strengere en formele manier in het werk van Ali Baalkens Koolzaadvelde uit 2006. Beide kunstenaars zijn van dezelfde generatie en Baalkens werk wordt gekenmerkt door een soberheid in beeldtaal. Het is een spel tussen vorm, kleur en materiaal waarbij alle sporen van herkenbaarheid zijn verdwenen. Dit werk is door de kunstenaar zelf aan Museum Belvedere geschonken. Slowly through the fields. Slowly. Waterwerk uit 2014 van Hendrik Kreuner is een schenking van verzamelaar Ger van Dam ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Museum Belvedere. Ook dit werk wordt gekenmerkt door ordening, herhaling, structuur en kleur. Op een bijna wiskundige manier wordt aan de hand van vierkantjes een beeld opgebouwd van kleurpotlood op ongeprepareerd doek. Tijdens de wiskundeles kleurde Hendrik Kreuner als schooljongen al de vakjes in van zijn wiskundeschrift. The fears of joy. Hoe beeldschermen functioneren, maar dan op deze manier geïnterpreteerd. Je kan er van alles bij fantaseren, waardoor er een soort ruimtelijkheid en serene sfeer ontstaat. Deze drie schenkingen in dit kabinet rijmen met elkaar door wiskundige precisie, ordening, strakke structuur en ruimtelijke beleving. The fears of joy.